Het is alweer bijna de 11e van de 11e. En dat betekent dat we deze keer veel carnavalsitems in onze uitzending hebben. Patrick Stouwmans en Peggy Michiels bijten het spits af en vertellen ons alles over het 6x11-jarig jubileum van de VVKW. Gelukkig heb ik dat hier staan. Vaste Lovensvering, Kerkrade-West. Patrick, spreekt het goed? Ongeveer. Kerkrade-West, dat zijn een aantal wijken, denk ik, of niet? Dat zijn de Vunnevaren, zagen we daar. Parochies in het Hollands. Oh ja. Dat is Spekkelsrij, ja. De Heilus, de Raad, de Staat of Terwenselen en de haven nog Kallei. Waarom heet Terwenselen de Staat? Dat is van de staatsmijn Wilhelmina. En we hebben er toch over gaan. Ik had als hoesorde van 2020 meegenomen. Ja. Toen was de Wilhelmin en ook de Willem Sophia 50 jaar gesloten. Dus daar gaan we extra nog de hoesorde voor je maat. En daar ligt ook hij Uriens in een vitrine. Hier in dat prachtige schachtgebouw op Nederland. En hoe is de hangerorde van? Dat is de van het komend seizoen. En de mocht je dat laten zien? Alsjeblieft, de hand voor hem. Ja. De is, daar zie je waarschijnlijk dat door het Parkstad Limburgstadion erin zit. Ja. En het logo van SV Juliana 1910, dus dat is 111 jaar in 2021, voetbal in Kerkrade-West. Dat was op de trein, hè? Janse Haanraads ligt. Dat was een voetbaltrein, hè? Ja. Gans lang geleden. Patrick, je bent president van de VVKW. Ja. En Peggy, je bent de voorzitter van het jubileumcomité. Ja. Veel werk? Nee. Nee? Vanziet. Dus dat scheelt wel. Ja, want je gaat de 11e van de 11e beginnen. Ja, met de kaartverkoop. En wat wil dat zeggen, die kaartverkoop? Wat is dat voor? Ja, van het jubileum, dus 6x11 VVKW. En dat vindt plaats eigenlijk in het seizoen 2022-2023. Maar we willen natuurlijk de lu de gelegenheid geven om kaarten te kopen op ZIT. En dus starten voor 11-11-2021 met de kaartverkoop. En voor diverse activiteiten. Dus ik weet niet of ze dom meteen gaat over wilt huren. Ja, ik wil meteen alle activiteiten huren. Ja, voor het gezag voor een fest organiseren voor heel West. Voor de wijken die Patrick net noemde. En we vinden het dus ook belangrijk om alles voor alle leeftijden te doen. Dus vooral nog als motto de traditie van nu. Dat wil zeggen dat we eigenlijk de traditie van vastelovend willen doorgeven aan de jong generatie. Maar ook de oude willen met lossen profiteren van dat jubileum. Dus we organiseren het voor basisschool, kinger. Die willen we eigenlijk bijbrengen wat vastelovend vieren is. Heel belangrijk, denk ik, of niet? Ja. En dat dat ook in het DNA blijft van de kinger. En dat ze dat dus nog lang blijven vieren, zodat we ook 7x11 VVKW kunnen vieren. En vooral voor de senioren, voor een zitzing met muziek van toen in een nieuw jasje. Dus de artiesten van nu, die zingen de muziek van toen. Ja. En we organiseren het voor de jeugd. Want we vingen allemaal dat de 13 tot en met 17-jarigen, een beetje de middelbare schoolkinger. Ja. Ja, die gunt heel vaak nog heilen voor de vastelovend. En dat kan eigenlijk een keer gewoon niet vingen vuur. Dus ook door organiseren voor het vuur. En ook vuur, en dan voor het brede publiek, voor onze kulsjeovend. Omdat toch heel vaak de link gelegd werd van Kerkrade naar Keulen. Ja. Het carnaval vieren is heel erg vergelijkbaar met het carnaval in Keulen. Dus we gaan voor een kulsjeovend vuur, Keulen alaaf. En door de kaartverkoop start dus 11 november. Zeer belangrijk. Ja. Patrick, als ik het nog goed heb, is de VVKW een beetje een overkoepelend orgaan? Een overkoepelende vereniging of is dat een zelfstandige vereniging? Het is een zelfstandige vereniging. Een van de drie vastelovend vereniging in de gemeente. Ja, dat bedoel ik. Hier heb daar een beetje de regie in. Ja, regie. We organiseren de vastelovend in Kerkrade-West. Dus we gaan door Drutsing, de nieuwe Drutsing november, de proclamatie. We gaan de jaar even moeten slaan. Dus dat staat nu op het programma wel. En we hebben van een kieken ochtend opzocht dat wat vanaf de graad over als er hij zo'n onder staat jeet organiseren vier op vastelovend zondag. Wie is zo'n vereniging ontstaan, hè? Zo'n VVKW? Nou, dan begin ik eigenlijk vuur 1957, dat begin ik in 1935. Toen had een aantal ondernemers op Spekkelserij de Doemedriener opgericht. Die had in 1935 de eerste optocht georganiseerd in Kerkrade. Dan had we eigenlijk 8x11 voor het oestzellen. En der verein is
mede deugter kreeg en zo je het allemaal is dat op Hurense bestoor en dat is overige jongen in de Vastelovensvrije Kerk geweest. Daar hadden we ook nog een schön papier van, dat voor ja. 12 euro, nee, 12 jeulen in die tijd, 12 jeulen in de nacht, ze gaan over je normen, 8 geweren en een buut. 8 geweren en een buut? Ja. Of een buut? Waar de buutarener in moet storen. Oh, zo'n buut? Ja. Niet waar ik me vroeger in moest wijzen. Nee. Oh, en die steht dan ergens in het gemeenschapshuis of zo? Die, ik weet niet, oh, die zelf neem je haar verantwoording buut, maar die is inmiddels al zo oud, die zal ergens... Kan er als optocht in Kerkrouw zelf is, als ik me niet vergis, op maandag? Ja. En hier op welke, wat van de dag dan? Vastel of op zondag? Op zondag? Er zit voor Kerkrouw? Hier zijn voor Kerkrouw. Dus wensen bij Oosteroptocht zien, als ze in Kerkrouw al voor de hoofdsteentje zien. Zo'n vereniging, zo'n organisatie, die zal toch wel een hele belangrijke rol spelen in zo'n wijk, of niet? Ja, Winsen Kieks van de Vastelovend, de organiseren vier daar en ja, voorkomen bij gemeenschapshuizen, voorkomen bij gehandicapten, radar, bij de vierenschaat komen voor proberen het klonen te trekken op een hei nog een jang te houden. Uit de wietschaften werden maar weniger. Ja, ja. Maar vertrekken nog met de Vastelovend Verein Ronk. Zodat toch die traditie blijft bestaan in Kerkrouw is. En dat moet dan eigenlijk allemaal een beetje gefinancierd worden van die verkoop die binnenkort start? Of, ja, en ook sponsoren. Ja, we doen uiteraard een beroep op sponsoren. Omdat, voor wat Frans zei, we vinden het belangrijk dat die carnaval blijft bestaan. Ja. Dus we doen ook een beroep op de bedrijven die ook dat ja, met ons met eigenlijk belangrijk vinden. Ja, gelukkig. We moeten natuurlijk nog echt starten. We hadden het begin nu allemaal 11 van 11. Maar nu merk je wel dat, ja, dat er genoeg bedrijven zijn die de warm hart toedragen. En ja, voor je nog wel van hele ambitieuze plannen. Ja? Ja, ja. Dus voor je er wel van is dat voor je nog sponsoren aan ons kennen. Geen zo'n tipje van de sluier ligt of zo, het ambitieuze plannen. Ja, nou, voor durven in ieder geval. Wat ik bedoel met de Kullen al af. Of in het ja. Echt een line-up van Kullen zelf. Dus voor ja. De Black Fuse, voor die Rooibor. De Blauwe Funke, dus ja, dat zullen in ieder geval wel namen. We hebben natuurlijk ook een prijskaartje keertje aan. En welke datum is dat? 26 november 2022. 2022. En ja. Nu zit de kaart al te koop. Ja. Patrick, ik wens je ontzettend veel succes als president. Hoe lang moest de president blijven? Dus ik ging eens in midden. We hoffen nog lang. Ik ben sinds 2015 ben ik ermee bezig. Dus we maken minimaal de 11 jaar vol. En ben het nog goed jeet 22. Zijn er alle twee carnavalsvierders? Ja. Ja? Ik heb me herinnerd, toen zit ze ook in zo'n groep, Blauwies, Blauwies, Wetzels? Ja, ja. Ja, toen was ooit Wetzels, we hadden nu omgedoopt naar Kerkrouw. Oh. Blauwies, Kerkrouw, ja. Hey Peggy, uiterlijk bedankt. En hele schöne dag, 2022. Ja. En nu kunnen ze alles beginnen te gelden. Dat. En wie de sponsor, is dat? En de sponsorpakketten zijn dat klopt. Ja. De sponsorpakketten en door Drutsing de proclamatie. 13e, de proclamatie. Ja, ik moet dat af en toe een beetje vertalen. Ja. Zeg het nog eens. Proclamatie. Oké, okay. Dankjewel. Dit was het 6x11-jarig bestaan van de Vereniging Kerkrade West, Vastelovendse Verein Kerkrade West.